voor gekozen om vijf mensen echt, om na te streven dat er vijf mensen voor de raadszetel beschikbaar zijn. En dat, dat is gelukt. Zo begin ik met elke kandidaat, Leo. Ik verkoop keukens aan particuliere bedrijven. Ja, nieuwbouwprojecten. Ja, ik vind het nog steeds leuk om, om het daarmee bezig te houden. Het is heel veelzijdig. Stel nou dat je wethouder wordt, hoe ga je dat combineren? Ondernemer en wethouder? Ja, dat past ons niet zo om dan op voorhand een kandidaat neer te zetten. Kijk, dat een grootste partij dat doet, maar we hebben nu een partij met één zetel in de raad die daarnaast een wethouderskandidaat presenteert. Dat mag natuurlijk. En ik gun het Hans ook wel, alleen ik vind het ook wel weer, ik denk van ja, is dat nou de juiste uitstraling naar buiten? Nogmaals, het ligt heel erg aan de uitslag. Of we een programma kunnen maken waar je punt in kan maken. Ook een grootste partij hoeft natuurlijk niet per se een coalitie te vormen. Dat is hier allemaal een soort van wet. Maar ik denk dat je veel meer moet kijken hoe kunnen we programmatisch voor elkaar krijgen wat we met elkaar beogen. En dan, dat met elkaar is dan een aantal partijen. Ja, ik vind, we hebben gewoon kentaken van de gemeente. Kentaken is het onder andere gladheidsbestrijding. Maar is het 17 graden zoals gisteren, noem maar wat. Ja, dan is het lastig praten erover. En dat is elke keer het probleem. Zodra we het erover hebben, vallen de mussen van het dak. En dan is het een keer in één keer, zoals pas, dat het gewoon bittere noodzaak is. En dan is het, als je dan als politiek erover begint, is het vaak weer, wordt het weer als populistisch aangemerkt. Dus je moet gewoon dat soort dingen met elkaar gewoon voor die vier jaar goed afspreken. En ik vind dat elke burger die belasting betaalt recht heeft op een bepaalde vorm van het gladheidsbestrijding. Nou kost dat een keer, kost dat een keer geld. En op de een of andere manier ligt dat juist weer gevoelig. Dat is dan modern om niet heel ermelo te doen. Nou, ik vind het raar, omdat je weet dat na een dag of zo moet het makkelijk kunnen. Ik ken ook bedrijven die staan te popelen om het uit te voeren. En dan denk ik van ja, dat hoeft de gemeente allemaal niet zelf te doen. Het is gewoon puur geen geld voor over hebben. En dat is, ik noem dat armoede. Als je goed kritisch naar de nieuwe ingerichte straat, die overigens nog steeds niet afgerond is. En dat is natuurlijk wel een hele kwalijke zaak. Daar hadden we natuurlijk veel harder over moeten zijn. Het scheelt niet veel of we zijn vier jaar bezig. Zoals de gemeente Ermelo noemt, de kers op de taart. Het moet nog steeds komen. Zelfs wat dat inhoudt, weten we niet. Aannemer is failliet gegaan, opleverpunten zijn nog niet klaar. Maar aan het begin, zeg maar vanaf Albert Heijn gerekend, ja, is er veel verzakt, veel verslijtage. En ik denk dat het eerste grote onderhoud alweer gepland kan worden. En ik kan de voorbeelden laten zien. Iedereen vindt dat niet zou moeten kunnen, dus ongeacht welke partij. En de raad is het hoogste orgaan, de raad is de gekozen volksvertegenwoordiger. Dus zou het college en het ambtelijk apparaat daar ook naar moeten handelen. Alleen, zodra je begint over dergelijke zaken, dan word je al snel verweten dat de dorpspolitiek gaat over de losliggende stoeptegel. Het zijn wel van die voor de hand liggende dingen die we met elkaar gewoon bij de kop zouden moeten pakken. En wat nog meer? Een betere synergie met het bedrijfsleven. Dus veel meer eruit halen als het gaat om arbeidsparticipatie. Maar ook zorgen dat mensen meedoen. Maar het is natuurlijk helemaal niet sociaal om mensen af te kopen met een uitkering. Het is pas sociaal als je mensen mee laat doen, kans biedt en liefst een volwaardige baan geeft. En al is dat dan niet qua uren volwaardig, dan maar in deeltijd. Heb ik een hele ingewikkelde job? Nee, maar je bent wel elke dag in het winkelcentrum.
Maar je loopt er wel elke dag naartoe. Dat gebeurt toch al? Ja, maar wel te weinig. Dan moet je gewoon nog veel meer op inzetten. En gaan er ook nog partijen lopen roepen dat het bedrijf uit Ermelo weg moet. Omdat we toevallig nu waarschijnlijk banen genoeg hebben. Maar ik kan me de discussie 2 jaar geleden nog wel herinneren. Dat we ons ernstig zorgen maakten over het verdwijnen van de banen in de zorg. En dat we onvoldoende andere banen hebben. Dus het is ook een beetje de conjunctuur die het soms lastig maakt. Maar wij zijn voor het behoud van werkgelegenheid. Ja, dat is wel nieuw, dat je gewoon niet dingen belooft, maar dingen doet. Ze kunnen veel van me zeggen, maar niet dat ik geen netwerk heb. En ik denk ook wel dat soms verschil maakt in hoe je kijkt naar dingen. En dat je juist niet zegt van, nou, dat gaan we als gemeente zelf doen. De kennis is aanwezig, die is er. Alleen je moet hem op de juiste plekken ophalen en verbinden. En die rol, en dat is op zich, dat is de gemeente Ermelo ook wel van plan hoor. Ik bedoel, maar daar gaat het al, daar heb je het alweer. Het is op papier. Zouden we een netwerkgemeente moeten worden. Maar de essentie daarvan, en dan bedoel ik puur dat je dus moet zorgen dat het netwerk de dingen die je wil geregeld zien. Dat het ook gebeurt. En dat regisseer je dan. Maar dat scheelt natuurlijk enorm veel overheid. En je biedt mensen, bedrijven, organisaties, biedt je de mogelijkheid om er invulling aan te geven. Ik vind dat mensen niet in angst moeten leven als ze 's avonds naar huis rijden van staat er weer iemand op het parkeerterrein te kijken of ik mijn huisje binnen ga. Ik bepleit niet dat je per se illegaal moet wonen. Maar we moeten gewoon als gemeente hebben wel een zorgplicht om mensen rust te geven in hun woonomgeving. En daar moeten we gewoon aan werken. Hoe? Ja, daar zal voor sommige parken zou het toch een legalisatie ergens mogelijk moeten zijn. Alhoewel dat ook niet zomaar gaat. Hè. Dat er is in Harderwijk nu ook veel om te doen in de positieve zin. Het wordt redelijk positief ontvangen. Er vindt ook een soort van afrekening plaats omdat je woning nou helemaal meer waard wordt. Dus het is niet van jongens, ga maar zitten waar je zit. Maar wel perspectief bieden om die enorme aantallen mensen die hier voor onze begrippen willen wonen. Ja, in ieder geval dat je s'avonds rustig kan gaan slapen als je gewerkt hebt. En niet moet kijken door de gordijnen van, hey, hoor ik wat of was het bij de buren. En dat, die voorbeelden zijn er. Ik heb vandaag echt daar weer een mail over gehad. En dan komt het woord angst. Komt naar boven. Nou, dat is gewoon jammer. In zo'n gemeente wil je eigenlijk niet. In zo'n gemeente wil je eigenlijk niet zijn. Ja, dus investeren, maar ook legaliseren. Deels. En dat sommige parken moet je misschien compleet vernieuwen. En het voorbeeld is natuurlijk de Loo. Kijk, dus elk park en elke situatie vraagt ook om een totaal andere aanpak. Dus om het met een schaartje te knippen, om eens even in deze terminologie te blijven. Dat is ook lastig.